De meeste schooldeuren waren vandaag nog gesloten. Dit omdat leerkrachten aangesloten bij de BVL en als het voorstel van de regering om de herwaardering in juni uit te betalen van de tafel hebben geveegd. Zij eisen dat dit nu plaatsvindt. De bondsbesturen hebben in het weekend gesprekken gevoerd met een regeringsdelegatie onder leiding van raadsadviseur Jules Weidenbos. Het resultaat van de gesprekken met de regering is vandaag tijdens een algemene ledenvergadering gepresenteerd. Bondsvoorzitter Wilco Fallies zei na deze vergadering het leerkrachtenregering niet meer vertrouwen. Hij benadrukt dat onderwijzers nu geen beloften willen horen. Wat wij willen doen als bestuur, aan de tafel gaan zitten met de regering en nagaan hoe we tot een goed antwoord kunnen komen om die leraren gemotiveerd terug te krijgen. Dwang is geen oplossing. Je kan niemand dwingen die ontevreden is om terug te gaan naar school en er is geen oplossing. Dat is de situatie wat we nu hebben. En wij hebben in elk geval met de leerkrachten afgesproken dat wij vandaag in contact zullen treden met de regering en dat wij zullen pogen met de regering aan tafel te zitten om te kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen. Dwang is geen oplossing. Als je de mensen gaat dwingen om naar school te gaan en ze zijn ontevreden en ze zijn boos, met zulke mensen kan je niet werken. Het zal niet in het voordeel zijn van onze pupillen. Daarom moet er gewerkt worden naar een andere oplossing. Een oplossing dat acceptabel is voor onze mensen. Fallies zegt verder dat behalve het financieel aspect van de herwaardering een aantal andere punten nog niet is nagekomen. De onderwijsbonden blijven echter constructief tijdens de onderhandelingen, benadrukt Fallies. Wij hebben een verantwoordelijkheid, de regering heeft een verantwoordelijkheid. En van onze eigen verantwoordelijkheid hebben we gezegd, ondanks die verschillen willen we werken naar een oplossing. En dat is belangrijk. We hebben in elk geval als bestuur goodwill getoond naar de regering. We hadden ook gezegd, we praten niet. Nee, we zeggen, mijn verantwoordelijkheid. De leerlingen hebben recht op onderwijs. De leraren hebben recht op een goed bestaan. De leraren hebben de afgelopen periode gewacht op die oplossing. Is uitgebleven. Er zijn afspraken gemaakt met de regering. De regering heeft zich telkens malen zich daar niet aan gehouden. En het resultaat is groot wanvertrouwen. En de regering zal echt andere stappen moeten volgen of andere stappen moeten nemen om een goed environment te creëren. Een environment waarbij die leraar met plezier het werk weer zullen oppakken. Wilco Fallies, voorzitter van de BVL en als vandaag tijdens een persconferentie in Matagorda. Leerkrachten blijven voorlopig in staking omdat zij ontevreden zijn over de uitvoering van de herwaardering. Partijen komen vandaag weer bij elkaar om opnieuw te onderhandelen hierover.